Bestaat geluk hebben in Minecraft? Oh ja, zeker! En dat geluk kan je activeren door nu op de duimpje omhoog te drukken. En klik natuurlijk ook op die abonneerknop hier beneden, anders verander je namelijk in een creeper. En geloof me, dat wil je niet hebben. Hier is iemand die heel graag gratis diamonds wil hebben. What? Er zitten 6 diamonds in. Er zitten ook nog 6 blokjes obsidian in. Broodjes, iron tools. Dit is letterlijk gewoon alles wat je wil hebben aan het begin van een survival. Dit is niet normaal. Hoe kan je zoveel geluk hebben? Hij zit ook te kijken van, wow, hoe kan het? Ik wist niet eens dat je daar zoveel diamonds in kon vinden. Ik dacht dat 2 diamonds of zo het max was. Maar je krijgt gewoon 6 diamonds eruit. Hij heeft nu al alle diamond tools. Hier is iemand in Minecraft Bed Wars. Oh, nee. Oh, wat? Hij werd op tijd, of zij werd op tijd geslagen. Oh my god, die heeft zoveel geluk gehad. Hier is iemand met een eitje en oh nee, dat is een enderpearl. En oh nee. Wow, oké, ik weet niet hoe het is gelukt om naar boven te komen, maar het is hem gelukt. Chapo, dat heeft hij heel lekker gedaan. Hier zit iemand in de nether. En wat? Er zitten daar 4 stuks netherite of enderside bij elkaar. Nee, netherite is 5. 5? Kan je 5 bij elkaar vinden? Dat is niet normaal. Hier is iemand en die is lekker aan het bouwen. En oh, er zit er een leuk eentje in het water. Hallo eentje. Maar wat is hij allemaal aan het bouwen? Dat ging nog maar net goed, letterlijk. Hij staat zo dicht bij het randje. Dat je dat überhaupt durft. Hij is er ook heel verbaasd over. Oh, we hebben hier... Oh, wat? Oh, nee. Hij gaat hem gooien. Kom op, gooi hem dan. Oh, ze gaan hem killen. Oh, hij heeft hem gedropt. Hij heeft letterlijk gewoon de trident gedropt. Oké, dat is super ziek. Die is best zeldzaam, namelijk een trident. Oh, hier is iemand en... Oh, nee. Kijk uit. Hè? Wat? Liep hij nou zojuist over lava? Zonder dat hij in brand stond. Oké, dat is heel apart. Ja, we houden je in de gaten, meneertje. Hij zegt ook van, joh, ik heb geen idee hoe ik dat zojuist heb overleefd. Gewoon letterlijk. Hier hebben we iemand met een enderpearl. En oh nee, hij gaat naar helemaal dat eiland in de verte. Dit haal je toch... Hoe kan je dit overleven? Hij zit er ook echt bij te kijken van... het is weer die dag. Ik heb mijn geluk weer gehad voor vandaag. Yo! Hoe kan je zoveel geluk hebben? Dat is niet normaal. Hier is iemand met de Ender Dragon aan het vechten. Oh nee. Oh, hij heeft een... Kom op. Hij heeft een half hartje. Hij heeft het overleefd met een half hartje. Oké, dat is heel ziek. Oh, wat gaat hij doen? Hij maakt de jump. Hij redt het net aan. Oh my god. En hij gaat nu het bed slopen. Hij heeft het bed gesloopt. Oké, dat was een hele zieke play. Hier hebben we iemand en die komt uit de nether. En wat? Het zou je maar gebeuren. Hij maakte dus een random portal terug naar de normale wereld. En hij spant midden in de stronghold. Hij zit ook zo te kijken van, waar ben ik nou weer beland? En hij zegt ook echt van, yo, dat is zojuist dus gebeurd. Oké, weet je, ik ben weer blij. Hier hebben we iemand en die is aan het traden. Dit is George Not Found. En hij is lekker aan het traden. Hier hebben we iemand en die zit skyblock te doen. En oh nee, dit is Bed Wars. En wow! Hij heeft het net aangehaald! Oh my god. Gee, freaking gee. Dat is niet normaal. Hier zit iemand lekker op een bootje. En hij zit te kijken van, wow, wat heb je... Oh, wat? Hier zit de stronghold onder. Hij heeft letterlijk gewoon de stronghold gevonden. Omdat hij er overheen ging. En oh nee, oh nee. Wat? Hoe heeft hij dit overleefd? Hoe kan je dit overleven? Dat is niet normaal. We zitten hier... Oh my god, hier zou je nether portal maar spawnen. Zijn nether portal spant precies in het nether kasteel. En ik zie gelijk ook een kistje erbij staan. Ik ben benieuwd wat erin zit, maar ik weet niet of we daar naar kunnen kijken. Nee, dat lukt hem net niet. Maar wow, hier heeft iemand een bruggetje gemaakt. En oh my god, wat? Hij valt precies op deze brug waardoor hij gesaved is. En oh nee, kijk uit, TNT. We hebben hier iemand en die is aan het vechten met een wither skeleton. En ja, hij dropt een skull. Als je sowieso een skull krijgt, dan heb je echt super, maar dan ook super veel geluk. Hij zegt ook zo van, yo, ik heb super veel geluk gekregen. Want ik heb... Oh, hij had hem trouwens al in de eerste kill. Oh! Oh, die heeft ook heel veel geluk gekregen. Precies! In dat ene kleine stukje water is die gewoon gevallen. Dat is niet normaal. Hier is iemand en die is lekker aan het hakken. Oh nee. Kijk uit. Kill hem. Oh, wat? En die andere kijk heeft hem gewoon enderpearls gratis. Zo van, yo, hier, neem ze maar mee. Doe ermee wat je wil. Nou, dankjewel. Dat is lief van hem. Wow! Oh, hier is iemand... Wat gebeurde hier? Wat? Hij gebruikte een enderpearl en hij heeft hem gewoon teruggepakt. GG, dat heeft hij heel netjes gedaan. Zeg, oh, clip it. Oh my god. Hier is iemand aan het vechten. Oh, die valt er net niet vanaf. Oh my god. Hoe heeft hij dit overleefd? En hij valt er wel vanaf.
vanaf. En nu kan hij gewoon het bed slopen. Of is het bed al gesloopt? Nee, het bed is nu wel gesloopt. Dat is een insane play. Hier is iemand een nether portal aan het maken in de nether zelf. Dus hij heeft de portal niet kunnen vinden. En hij spant ook midden in de stronghold. Echt, hoe kan je zoveel geluk hebben? Die kans daarop is zo klein letterlijk. Dat is niet normaal. Hier is iemand en heeft hij nou een wapen? Dit is een sniper. En hij heeft hem geraakt. Dus wanneer zitten er snipers in Minecraft? Hier is iemand bij het endkasteel. Dat heeft hij nog maar net aan overleefd, letterlijk. Dat is niet normaal. Hij denkt ook zo van, yo, ik moet even pauze nemen van dit spel. Want dit was te bizar. Hier is iemand op een netherkasteel. Oh, hij is geraakt. Oh nee. Wat? Hij is precies in het raam gevallen. Hoe krijg je dit nou weer voor elkaar? Hij heeft zoveel geluk hier. Anders was hij namelijk gewoon ziek hard doodgevallen. Waarschijnlijk gewoon. Oh my god. Wat? Hij is precies in de laatste milliseconde daar weggekomen. Oké, GG. Dat heeft hij heel lekker gedaan. En wow, deze survival is niet normaal groot, letterlijk. Wat hebben we hier? We hebben hier iemand in de nether. En oh, hij probeert deze tactiek. Oh, dat heeft hij heel netjes gedaan, dit. Gewoon via de lava met een bootje. Wat hebben we hier? Oh, die wordt naar beneden gehakt. Hij gaat erop af. Hij gaat voor het eitje. Of voor het bedje. Hij gaat voor het bedje. Kom op. Kom op, pak het bed. Hij bouwt zich in. Oh ja, ja! Hij heeft het bed ook nog te pakken gekregen. Heerlijk is dat. Hier is iemand sandstone aan het bouwen. Oh nee, stond hij nou zelf op de... Oh my god, hij stond zelf op de pressure plate. Hij wou de trap gewoon weer opnieuw maken. Maar ja, dat ging niet helemaal goed. Oh nee. Dit is heel veel ongeluk. Hij heeft hem heel goed gesaved daar ook. Maar hij had gewoon precies die enderpearl op die vuurbal gegooid. Hier zijn twee mensen aan het fighten met elkaar. En oh, hij probeert hier rustig weg te bouwen. Alsof er niks aan de hand is. Dus hij bouwt alles best wel netjes. Dat is niet normaal. Hier is iemand in de lucht. Oh nee. Nee! Niet springen. Waarom springen? Oh my god. Oh my god! Precies tussen de bomen door! GG, dat is niet normaal ziek. Wow! Het zou jou ook maar lukken dat je precies zo er tussendoor kan springen. Ze zegt ook, yo, ik ben een pro gamer nu. Oh, wat hebben we hier? Oh nee. Oh! Oh ja, die is dood. Ja, die is helemaal dood. Die kan ook niet meer leven. Die is gewoon dood. En hij zegt gewoon van, yo, ik viel er gewoon af. En oh, hij is gerespawned. En nu krijgt hij wel heel veel spulletjes. Hier staat iemand in een nether en oh, daar liggen enderpearls tussen. Yes! Dat is de trade die je natuurlijk altijd wil hebben. Oh nee, ga er weg. Wat zegt hij? Oh nee, hij is dood. Oh nee. Half hartje! Hij overleeft het op een half hartje! Dat is echt perfect gewoon. Hier is iemand heel snel aan het bouwen. Dit is niet normaal. En oh, er ligt daar gewoon en oh, er ligt daar een blokje ancient debris. Oké, dat is top. Oh, die valt er precies op. Heeft hij een zadeltje mee? Oh ja, zeker! Oh, ik heb dat nog nooit gedaan op zo'n diertje. Ik wil dat wel een keertje doen. Wat? Hoezo liggen daar zoveel diamonds in? Dat is niet nor freaking maal letterlijk hoeveel diamonds daarin liggen. Wat hebben we hier? Oh nee. Oh, huh? Wacht, die snap ik helemaal niet. Sinds wanneer kan je het water plaatsen in de nether? Ik bedoel, er lag er ook allemaal obsidian. Dat is apart. Ik weet nog wel, heel vroeger was er in Minecraft altijd wel een manier om water in de nether te krijgen. Als je in de nether namelijk ijs liet smelten, kon er water uitkomen. En dat werkte toen nog gewoon. Nu werkt het volgens mij alleen niet meer helaas. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op een van de twee video's die jullie hier naast mij kunnen zien staan. En abonneer op mijn kanaal hier beneden. Waar wacht je op? Klik een van deze twee video's aan, want die moet je echt gezien hebben. Er is alleen wel één klein probleempje. Ze gaan namelijk bijna verdwijnen. Ze verdwijnen namelijk uit beeld in 3, 2, 1.